Dit is wel echt het moment waarop we die omslag echt moeten versnellen. We hebben gebrek aan mensen. We hebben gebrek aan ruimte. We hebben gebrek aan materialen. Het past gewoon niet in het bestaande energiesysteem. We lopen ook tegen alle beperkingen aan op dit moment van het systeem waar we uitkomen. Hoe komen we daar in hemelsnaam doorheen? Ik denk dat we in grote lijnen wel weten hoe zo'n duurzaam energiesysteem eruit moet zien. Hoe we daar gaan komen, dat is de grote vraag. In de topsector energie werken we aan heel veel energieinnovaties. Maar we zitten nu in de fase dat we niet alleen maar de techniek moeten innoveren, maar ook alles wat ermee samenhangt om dat in de praktijk te brengen. Ja, en daar is die Transform Hackathon voor. In zo'n hackathon krijgen echt mensen die denken van ja, waarom schiet dat nou niet op met die energietransitie? Die krijgen de kans om zich echt vast te bijten in zo'n probleem. We hebben hele andere mensen nodig dan er tot nu toe aan gewerkt hebben. En die mensen hebben we ook nog steeds nodig. We hebben mensen nodig die creatief die techniek in kunnen passen in gebouwen. Die alle vormen van mobiliteit duurzaam maken. Die nieuwe spelregels bedenken. Die het mooi in het land laten passen. Er vanuit hun perspectief op een nieuwe manier naar kunnen kijken. Die misschien anders denken of er nog nooit over nagedacht hebben. Maar we hebben ook mensen nodig die met die ideeën dat om gaan zetten in actie, in pragmatiek. Die er wat mee gaan doen. Maar ook misschien mensen die al lang een idee hebben en zeggen ja, dit is mijn kans om dat in een groter podium te pitchen. En die mensen die nu in dat systeem zitten ook eens even te vertellen dat het echt anders kan. Jullie zijn allemaal van harte welkom op die Transform Hackathon. Ja, ik hoop echt dat die challenge-owners met nieuwe energie naar huis gaan en samen met al die mensen die daar aanwezig zijn, gewoon stappen gaan maken.